vandaag maandag 30 juli. En ik heb zo meteen rijles. Ik heb echt al 2 weken geen rijles gehad, want die mama was op vakantie. En komende week ga ik natuurlijk op vakantie. Dus we hebben dit weer nog even snel tussendoor gepland. Ik heb om 2 uur rijles tot 3:30. Dan daarna is om 4:15 Jane hier. En gaan we samen naar de stad. Ik moet even een pakketje ophalen bij de Zara. Jane gaat haar nagels laten doen. En als het goed is gaat Jane even een foto van me maken. Dus dat is helemaal top. Daarna gaan we eten bij de Surinaamse oma. Daar heb ik echt heel erg veel zin in. Want ik vind Surinaams eten echt heel lekker. Dus dat gaan we daarna doen. En daarna blijft ze hier slapen. Dus dat is natuurlijk heel erg gezellig. Ik heb net mijn video opgenomen van mijn koffer inpakken. En die is best aardig gelukt volgens mij. Dus daar ben ik blij mee. Woensdag is het laatste dagje om het huis een beetje schoon te maken. En mijn nagels ga ik doen met Char. Dus daar heb ik ook heel erg veel zin. Ik ga gewoon weer dezelfde kleur doen. Mijn nagels zijn echt heel erg aan het uitgroeien. Ik weet niet of je dat op camera ook goed ziet. Maar in het echt zijn ze heel erg aan het uitgroeien. Mijn vorige weekvlog, eentje hiervoor, was echt belabberd. Het was echt de slechtste weekvlog van Nederland. Maar goed, ik hoop dat jullie me wel eens nog een beetje leuk vonden. Dus ik ga wachten. Het is nu... Hoe laat is het? Ik zei net wel goedemorgen, maar volgens mij is het al 2:30 of zo. Nee, het is 1:15. Dus ik ga wachten tot het 2 uur is. Lekker autorijden. En dan ja. Ik wilde het nog heel even zeggen, want ik krijg weer heel erg vaak de vraag van... Waarom laat je Milan nooit zien? Hij wil gewoon niet in de vlogs. En we hadden het er van de week erover. Maar hij wil er gewoon niet in. En als hij dat niet wil, ga ik dat ook niet doen. Dus ja. Oké, ik heb in de stad niks gefilmd. Maar Jane is er wel. We hebben net een foto gemaakt met dit jasje van mij. Jewelry. Jewelry. Dat. Shirtje G's Louise. En... Jane heeft haar nagels laten doen, alleen ze weet nog niet of ze er wel of niet blij mee is. Can you see it? Oké. En we gaan nu bij Jane door Surinaamse oma eten. Dus dat is kapot lekker, jongen. En daarna blijft Jane hier slapen. Toch? Ja. En hoop. Oh, het is zo warm buiten, maar... Wat ik nog wilde vertellen. Oh ja, ik heb mijn spijkerjasje opgehaald bij de Zara. Laat ik morgen wel even zien. En dat was het wel weer voor vandaag. Mazzel. Morgen. Het is vandaag dinsdag. En ik ga zo meteen mijn armen laten harsen. En Jane gaat gezellig met me mee. Laat nu eens even je nagels zien. Kijk, de nagels waren echt verkrekt gisteren. Maar de moeder heeft een gel set. Dus we hebben ze even... Kijk mijn hoofd ook. Wacht, hij moet nog... even scherp stellen op je hand. Ik moet echt nog even wakker worden hoor. Waarom doet hij het niet? Ja, zo. Kut camera. Nou, je ziet de kleur. We hebben het gewoon opnieuw gelakt met die set van de moeder gisteravond om 2:30 s'nachts. En dit is dat spijkerjasje. Maar ik weet niet, als ik hem nu zo zie, of ik hem eigenlijk wel leuk vind. Ik denk dat een spijkerjasje altijd toch gewoon een spijkerjasje. Ja, maar... Ik zou het niet nu aantrekken, want het is god voor bijna 30 graden. Ja, ik doe hem ook niet. En jij doet een spijkerjas aan. Ik ga hem ook niet, ja, ik ga hem uittrekken. En ik heb mijn wenkbrauwen niet gedaan. Zo, dat was echt kapot mooi beeld. Wij gaan nu mijn armen laten... Trouwens, ik ben vannacht helemaal lekker gestoken door de muggenclub. Dat is niet normaal. Ik heb er hier 4. Op mijn rug, op mijn schouder hier heb ik er 2. Hier heb ik er 1. Even kijken, hier zaten er ook... Hier 2. Op mijn been 1. Om mijn gezicht 1. En gisteravond hadden we het ook gefilmd in de nacht. Wacht, ik ga het laten zien op mijn telefoon. Maar waarom zit je niet gewoon in de video? Omdat, ja, dat kan ik ook nog doen. Dat eerst laten zien. Kijk of je dat goed kan zien. Oké. We liggen in bed. Fucking 15 muggenbulten. 6 op mijn arm. Fucking bijna 3:30. 3 op mijn andere arm. 2 op mijn rug. 1 op mijn been. Ik weet niet hoeveel het er zijn, maar het zijn er fucking veel. Veel te veel. Ik haat muggen. Ik heb de functie van muggen niet. 3:30. Ik heb wel bij Jane's nagels gedaan. Let me see. Stukken beter, want het andere zag er niet uit. En morgen ga ik mijn arm laten harsen. Maar dat kan niet, want er zit zoveel muggenbult op mijn arm. Dat die vrouw maar niet eens meer kan zien. Godverdomme. We hebben nu 4 en we willen 3 kwartier op het staan. En deze klamboe hebben we nu opgehangen. Volgens mij zijn die muggen nee. In deze klamboe. Volgens mij zitten ze er ergens boven. Nee, en dan kunnen ze. I can't see anything.
Dit video duurt nog kapot lang. Bedankt voor het hoesten door mijn video heen. Ik heb echt Ebola. Nee, ja, we hebben geen normaal drinken, sorry. Normaal had mama dat normaal. Lekker Fanta Charge met wakker ben, ja. Oké, wij gaan. Doei. Geen, kijk eens naar mij. Nee. Hoezo? Kijk hoe schattig die is. Nee, dat ga ik toch niet gebruiken. Wat heb je toch niet nodig? Ja, niet, maar ik vond hem gewoon zo schattig. Ben je aan het filmen? Ja. Waarom film je dan de film? Omdat ik anders allemaal andere mensen op beeld krijg. Een kaart. Oké, waar hebben ze kaarten? Oké, ik ga jullie iets verhaal vertellen. Ik had een afspraak gemaakt via zo'n site. Kom ik eraan? Ja, ik heb die afspraak niet gekregen. Dus nu moeten we onszelf 3 kwartier vermaken in het winkelcentrum hier. Je hebt alleen maar de kruid, wat de Action en de Albert Heijn. Het is 11 uur. Over een kwartier kunnen we daar terecht. Maar het is echt hemeruk. Ik weet niet waar de kaarten liggen hier. En we lopen nu dus in de Action. En Jane gaat een cadeau bedenken of zo voor Wessel. Jane, heb je dat trouwens gezien? Dat ze hier ook een afdeling hebben met allemaal ingrediënten voor lijm te voor slijm te maken. Echt? Je hebt gewoon zeg maar dit en staat hier lijm. Staat hier lensflus. Onderop staat kleurstof. Nee, scheerschuim. Maar een kaart, dat kan toch niet, hoeft niet zo moeilijk te zijn? I don't think so. Je kan ook gewoon een kaart bij de HEMA kopen. Daar hebben ze echt leuke kaarten. Oké, ik koop wel bij de HEMA. Maar waar zit hier een HEMA? Hier niet denk ik, maar misschien in het winkelcentrum bij mij hebben ze wel leuke kaarten. Daar ook altijd verjaardagskaarten. Maar oké, ik ga nu camera uitzetten. Zo, wij zijn terug van een sessie armharsen. En mijn armen zijn heerlijk glad. En toen gingen we Janie en ik even naar de HEMA. En toen liepen we langs de Qualitaria en toen konden we het niet laten. Dus we hebben patat. Als mijn vader deze nog ziet, dan denkt hij weer eten. En ik heb een frikandel en Janie heeft kaasvlees. En we gaan nu lekker opeten. En dan ga ik nog even Janie daarna afmaken. Ik haat je nu echt in mijn rug. Yeah. Hoezo? Ja, wie verzint dit nou weer? Ik ga toch alle oogjes scheuren. Oh ja, yeah. Kom maar bij mama. Oh. Take it. Taste it. Oh, het is echt ziek weinig mayo bij jou gedaan. Vindt hij me niet aardig? Hij heeft ook heel weinig patat bij mij gedaan. Ik ga nog even zout pakken, want ik wil een nieuwe vergiftiging. Ja, waarom is die man zo gemeen? Want jij wordt waarschijnlijk hard afgevallen. Ja. Oké. Okay. Hier komen de sfeerbeelden van mijn patat. Oh yeah. Oh yeah. Kijk hoe ziek veel patat ik heb. Ojo, hij haat mij echt. Nu komen er sfeerbeelden van mijn frikandel. Oh, hij heeft mayo bij mijn frikandel gedaan. Dat had ik helemaal niet gevraagd, maar wel wat lief. Oh yeah. Oh yeah. Oh yeah. Oké, okay, nu ga ik eten. Oké, Janie is net weg. Mijn camera is nog maar 1%, dus ik ga hem aan de oplader doen. Ik heb net een video gefilmd die... Niet aankomende donderdag. Wel aankomende donderdag. Die aankomende donderdag online moet. Dus ben je nou benieuwd wat ik heb gefilmd? Moet je vooral even die video in de gaten houden. Ik kreeg van een meisje als tip om deze tas, om daar mijn dustbag in te doen. Omdat die anders heel erg gaat indeuken. En dat krijg je niet meer terug. Super lieve tip. Dus dat ga ik zo even doen. En de laatste dingetjes voor mijn koffer inpakken. Ik ga dingetjes wassen. Ik ga mijn kamer even opruimen. Want ik slaap vanavond bij Miu en morgenavond ook. Dus in mijn eigen kamer kom ik niet meer. Dus ga ik even opruimen. Ik heb een paar nachten in Sam's bed geslapen. Dus dat bed ga ik even verschonen en even opruimen. En ja, en mijn camera aan de opladen, want die is leeg. Goedemorgen allemaal. Het is vandaag woensdag. Ik ben de koffer aan het helemaal, zeg maar, tot in de puntjes aan het inpakken. Ik ga hem zo meteen bij mijn oma even wegen. Ik heb vanmorgen ingecheckt. Ik ga zo meteen mijn nagels laten doen. Ik ga zo meteen naar Char toe. En ik ben nu even heel het huis aan het opruimen. Als ik terugkom van mijn nagels doen, ga ik beneden alles opruimen. Komt Milan, die komt me helpen. En dan slaap ik vanavond bij hem.
En dan morgen gaan we lekker op vakantie. Dus dit is ook de laatste dag van deze weekvlog. Omdat ik natuurlijk aparte vakantievlogs ga maken. Dus deze weekvlog bestaat maar uit 3 dagen. Maar ik hoop dat die wel een beetje leuk is geworden. Dus ik zie jullie straks weer als ik naar Sjor ga. We zijn klaar met onze nacht. En we zijn er zo blij mee. Wacht, ik ga Sjor de nacht even laten zien. Zie je het? En dan Sjor gedacht zeggen, want ik ga vakantie. Je moet hier laat je naam even zien. Mooi, hè? Kan het even wat verder weg? Ja, dat kan ik bij, hè? Close. Oké, wacht. Eerst moet ik even, moet ik weer even uitzetten. Maar ik moet ook heel leuk. Maar ik moet ook nog mijn spullen pakken. Oh ja, misschien wel. Maar ik vind ze echt mooi, jou. Het is echt heel mooi. Echt pretty. Ik heb weer rood genomen. Kijk hoe leuk de schoenen zijn. Ik ga ze stelen en meteen later vergroten, want dan pas ik zo. Oké, even mijn klepje zoeken. Oh, je koker. Ja, ik heb wat slim. Van die ding? Ja, sorry. Oké. Doei. Oké, ik ben thuis. Ik heb net mijn charmenaars laten doen. Hoe ga ik dit doen? Zo. En ik wil nu eigenlijk gelijk de weekvlog afsluiten. Ik zal nog even goed mijn nagels laten zien. Ik vind ze echt zo mooi geworden. Ik heb weer dezelfde kleur genomen. Maar mijn eigen nagels zijn natuurlijk nu een stukje langer. Want wat zij doen, is ze doen er een soort power gel, heet dat volgens mij, doen ze erop. En dat zorgt ervoor dat je nagels gewoon sterk blijven. En dan doen ze een gel lak eroverheen. En ik heb deze kleur gekozen en hij heet Bitchy in Bikini. En oh my god, ik hou echt van deze kleur. Charlotte nagels waren ook echt zo mooi geworden. Ik zal even hieronder een Instagram zetten. Het is Insta van Zanden. Dus als je in Den Haag woont of rond Westland, zeg maar, zou ik echt daar naartoe gaan. Ze zijn echt love it. Echt heel, heel lief zijn ze ook. Maar ik ga nu deze week vlog afsluiten. Dan kan ik hem gelijk bewerken. Vond je me nou leuk? Doe dan een blauw duimpje omhoog. Ben je benieuwd naar mijn vakantievlogs? Die komen vanaf 13 augustus. Maandag 13 augustus online. En ik heb wel voor jullie nog natuurlijk een extra video klaarstaan voor donderdag. En afgelopen donderdag heb ik laten zien hoe mijn koffer inpakte. Dus ben je daar nou benieuwd naar? Moet je zeker even die video kijken. Ik hoop dat jullie het alsnog een leuke vlog vonden. Ook al is het maar van 3 dagen. Maar ik ga morgen dus op vakantie. En wil gewoon heel graag aparte vakantievlogs maken. Dus heel erg bedankt voor het kijken. En dan zie ik jullie in de volgende vakantievlogs weer. Doei doei!